Honda verlengt. Het opvangen is Van der Rijk. Die inbrengt. Geen buitenspel. Daar denkt iedereen bij VVV wel aan. En dan kan Powell uithalen. En dan is hier Verhoek. En dan is het 1-0 voor ADO Den Haag. En is de eerste kans van de wedstrijd ook gelijk raak. Wesley Verhoek. Na een half uur. Ricky van den Berg. Tegenover Dennis Gentenaar. Van den Berg. Het is 2-0 voor ADO Den Haag. Comfortabel. Naar Honda. In eerste instantie sterker. En in tweede instantie troeft hij dan Van Hees af. Samen met Viana. Honda van afstand. En Honda raakt. Deze goal van VVV komt toch uit de lucht vallen. Maar de spanning is terug in de wedstrijd. En wie anders? Schaken. Omdat Ami behandeld wordt aan de zijkant. Staat ADO Den Haag nu even met 9 spelers. Als Honda inkopt. En Dietrich de bal niet voor de lijn kan keren. Liesveld heeft gekeken naar de assistent. En die heeft de vlag omhoog gestoken dat de bal over de lijn is. 2-2 dus. Door Honda. Honda kopt. En is de bal dan helemaal over de lijn geweest? Daar lijkt het wel op. Maar het is moeilijk te zien. De kopbal van Honda. Dietrich die halfweg.